Oké, welkom bij de laatste video van het zelf maken van een puzzelstukje. En deze keer hebben we een puzzelstukje van karton gemaakt. En mijn dochter van 16 heeft het getekend. En wat ik al zei, het is belangrijk dat je een hele geavanceerde, uitgebreide set met stiften hebt. En zodat je zo goed mogelijk de kleuren kunt nabootsen. Dit is het geworden. Het lijkt er ontzettend veel op. En ik zal het even laten zien. Als je het puzzelstukje in de puzzel legt, dan ziet het er zo uit. Je moet het zien, hè. Dit is een klein puzzeltje van, ik geloof, 50 stukjes. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 7, 49. En nu kun je het misschien een beetje zien. Dan valt het op. Ik heb dit even ter voorbeeld genomen. En als je dit natuurlijk doet voor een puzzel van 1000 stukjes, dan valt het bijna niet op, hè? En als je nou nog een iets mooiere teken- of stiftenset hebt, dan kan die kleur blauw van de lucht nog iets beter uitkomen. Ik vind het erg oké. Een andere variant is dat je natuurlijk moet wachten op een puzzelstukje, wat misschien niet meer te bestellen is bij de fabrikant. Ja, dan moet je afvragen, ja, wat wil je? Iets mindere kwaliteit of een puzzel met een missend puzzelstukje? Zeker als je hem wil ophangen of inlijsten, dan is dit wel een optie. Mijn advies inderdaad, als je dit gaat tekenen, leg het puzzelstukje met karton alvast in de puzzel. Zodat de lijntjes heel mooi overgaan. En dat is hier wel heel goed gelukt. Hiermee is het afgerond voor zelf een puzzelstukje maken van karton. En we gaan kijken hoe het proces in een andere serie gaat als je een puzzelstukje wil maken van klei.